voorbeeld van hoe de tweede stijl over de eerste stijl is heen gebouwd. Dit is een gedeelte van het grote rotsblok wat hier aanwezig is en waar de tweede stijl, dus precies op elkaar passende steentjes, overheen gemaakt is en omheen gemaakt is. Als een soort eerbetoon, een soort respect, dat dat nu afgenomen wordt, dat de eerste stijl daar aanwezig is. We kunnen in deze hele rotspartij hierachter kunnen we allerlei dingetjes zo gaan zien die erin gemaakt zijn. We gaan eerst naar een altaar toe, wat hier iets hoger ligt. Wat echt een hele mooie constructie is. En wat dus correspondeert aan de eerste stijl. Hier zien we nog een voorbeeld van de constructie van de tweede stijl over de eerste stijl. De steentjes die passen precies aan, sluiten precies aan. Hier hebben we dus een voorbeeld van een manipulatie in de rots die op de plaats aanwezig is. En het is dus een voorbeeld uit de eerste wereld, uit de eerste ontmanteling van de aarde of de zon waar die mensheid aanwezig was. In die tijd hebben ze de techniek gehad om de rots zelf te kunnen manipuleren met, zoals het eruit ziet, een maltechniek. Ik kreeg al het voorbeeld van het verpakkingsmateriaal dat ook met onder verhitting gemaakt wordt en waar altijd ronde hoeken in zitten om makkelijk de mal eruit te kunnen halen. En, je ziet dus heel veel voorbeelden in dit hele gebied. Het is eigenlijk één heel groot rotsblok, deze hele heuvel. Daar kunnen we heel veel van dit soort voorbeelden zien. En ook weer die verglassing komen we ook af en toe tegen. Hier niet zo, want dit is al vrij geërodeerd, dus ook die verglassing is al weggeërodeerd. Maar op andere plaatsen is er nog verglassing te zien, dat zullen we ook zo tegenkomen.